This is number one. Ja mensen, welkom in Gent. We gaan hier de kermis bezoeken. Gaan we mee starten? Ik zou zeggen, we gaan beginnen na de algemene informatie. We gaan starten. Gent ligt in de provincie Oost-Vlaanderen. En dat ligt in België natuurlijk. En het is daar 6 keer op een jaar kermis. 1 keer Gent-Dampoort. 1 keer Gent-Brugge-Arsenaal. Gent-Brugge-Normaal dan. En Mariakerke-Gent. Dat is de zomerliefkermis. Gentse feesten hebben we dan nog. En dat is van 15 juli tot aan 24 juli. En dan hebben we Gent halfvast ervoor. En daar zijn we nu. En die is van 27 februari. Tot 20 maart. En die staat op de volgende locaties. Het Sint-Pietersplein en het Sint-Ambandplein. En ja, Gent ken ik natuurlijk. Ik denk alle Nederlanders dat wel een beetje weten. Als je van Nederlands gesproken natuurlijk. Van Flikkergent natuurlijk. Ken je dat niet? Flikkergent. Maar nu zijn we voor de kermis. En daar gaan we eens even gauw overheen. Dus we gaan starten met deze review. We gaan starten. En de eerste groot vermaakzaak die wij tegenkomen hier in Gent is de Decadence. Ja, misschien wel de mooiste breakdance die er is in België. Hij wordt ook wel eens de disco breakdance genoemd. En nieuw in aan deze attractie is, ik dacht het eigenlijk al wel, maar ik moest het nog even checken, is de Decadence letters op de middenton, zou ik maar zeggen. Op midden, ja, midden ding zeg maar, wat ronddraait. Dat is nieuw. We gaan eventjes lekker alright in de Decadence. Ja, ja. Ja, ik durf wel te zeggen dat dit de beste breakdance is van België hoor. Er zit veel afwisseling in de rit, dat is natuurlijk super hè. En opvallend ook aan deze breakdance is dat het volgende nummer 1 dat heel weinig leven maakt. Ja, dat is eigenlijk een beetje, ja, er zit een soort demper op ofzo, want dat is toch fantastisch, want ja, zo hoor je de muziek beter. Al moet ik zeggen, die gierende motoren vind ik ook wel mooi hoor, dat hoor je nog wel, maar het is iets minder met deze breakdance. En gelijk komen we de volgende grootvermaakzaak alweer tegen, de Mini Topspin. Ja, hij heet Topspin, maar het is eigenlijk een Mini Topspin. Van Goossens. Goossens, met de S erbij. En hij is gebouwd bij Vleggen. Vlegger. Ja, als ik het zo goed uitspreek hoor mensen, want het is eventjes, dat is, ik denk dat het zo'n Tsjechische makelarij is. Het is een Salto S12, dus ja, dat is het type apparaat. En hij reist sinds 2014 op de Belgische kermis. Dat is allemaal interessante informatie natuurlijk, en dat vind je alleen maar hier natuurlijk. Nee, niet nog eentje. Nee, we zijn nog maar net begonnen met de review hoor. Dit is de No Limits, nummertje 1. Nummer 2 kwamen we tegen in Antwerpen. Die review ga je ook op dit kanaal zien natuurlijk in 2015. En deze is, heeft een nieuw constructie gekregen in 2013. En het is de hele constructie is door hunzelf gebouwd. Door de Hek, familie Hek. En de gondels zijn van Sobema. Het is natuurlijk een bedoeling, hè mensen. Dat hebben we natuurlijk al lang gezien dat het een bedoeling is. Ja, zo'n snelheidsmolen. Is de Air Max van Dortmund als jumper hier agent. Hij is gebouwd bij BN Performantje
Rides SRL. En het is een smashing jumper. En gebouwd in 2012. En die staat hier in Gent. Zonder achterwand. Dat is wel jammer natuurlijk. Je kijkt nou tegen de achterwand van de XXL aan. Ook van Dordtremont trouwens. Maar daar komen we zo meteen later op terug. Dus dat is wel jammer. En als je denkt van wat ziet dit toch raar uit ineens. Zo met de halve armen naar beneden, halve arm naar boven. Dat is om stroom te besparen. Ja, je bespaart daarmee lucht. De helft van de molen natuurlijk draait dan, of wipt dan niet zeg maar. Dus dat is lucht. Want daar worden de armen mee aangedreven met lucht. En dat lucht moet gemaakt worden door iets wat dat lucht maakt natuurlijk. En dat is een compressor. En die draait natuurlijk weer op elektrisch. Dus ja, zo besparen ze dan toch elektrisch. Omdat het niet zo druk is op de kermis. Dus dat is interessant hè. Molens hier in Gent. En dan pakken we het 40 meter uit elkaar. Dat is knap, hè. Kan hier allemaal in België, hoor. Net zagen we natuurlijk al vanaf de achterkant toen we bij de Air Max stonden. Dit is de XXL van Dordtremont. We gaan hem ook al natuurlijk tegen in Aalst. Hè. Wil je daar de review van zien? Kijk op dit kanaal natuurlijk van Aalst. Maar nu hier in Gent ook weer van de partij hoor. Zet ik expres twee vergelijkbare zaken zo kort achter elkaar in de review? Nee hoor, want ze staan gewoon zo kort bij elkaar. Dit is weer zo'n soort buggybaan. Dit is wel een soort ietsjes anders, maar ja, wel vergelijkbaar. Dit is trouwens wel een hele mooie zaak hoor, om het nog even een beetje positief te houden natuurlijk. Ja, de opstelling is hier gewoon niet echt heel super. Zal ik in de eindbeoordeling nog wel heel even op terugkomen hoor. En ook deze zaak stond in Aalst natuurlijk, ook te zien natuurlijk in de review, waar ik het net ook over had. En ja, deze is een schitterende machine, echt een, ja, ik vind het echt fantastische machines. Als je een on-ride wil zien van deze zaak, kijk even een bruggen. En opvallend aan deze zaak is nu eventjes dat in het midden zijn er een paar afwerkplaten weg. Geen idee waarom, misschien, je hebt het niet van mij, een riesteltje, misschien. Het is even hard op denken hoor mensen. Ja, de nieuwste attractie van de Belgische kermissen, de Shake and Roll van Lines. We kwamen hem al tegen in Aalst en daar was ik niet zo heel positief over. Ja, ik heb geen ene gondel daar over de kop zien gaan. Nu wel positief natuurlijk. Hij draait ook een stuk harder. Hij is waarschijnlijk dus nagezien bij Mondial. Daar is hij eventjes geweest om eventjes na te kijken. Schijnbaar, of ja, iemand van Mondial is daar geweest. Ik weet het niet precies, maar dat zijn de geruchten. En hij draait nu wel een stuk harder moet ik zeggen. En ik heb gondels over de kop gezien. Ik denk alleen wel, en dat durf ik met zekerheid te zeggen, dat ze hier nog veel meer uit kunnen halen uit deze attractie. Ik hoop ook dat ze dat in de toekomst nog wel gaan doen. Ja, het is natuurlijk nog een beetje leer. Het is pas de tweede kermis natuurlijk. Dus ik kan me voorstellen dat het nog een beetje oefenen is met welke krachten erop op afkomen. En ja, hoe je met deze machine het beste kan spelen, zeg maar. En de mooiste rit kan neerzetten. Dus ik hoop dat het nog wel wat beter wordt als dit. Al moet ik zeggen, het is niet zo slecht als vorige keer hoor. Het is al stukken beter. Dus. Too bad.
Dit is de Belgian Scooter. Gebouwd bij Adesco. Als ik het zo goed uitspreek, dat is in België. En is gebouwd in 1996. En is van Bessemer, als ik het goed uitspreek. Dat is exportant, dus. Dit is een Revercon-baan. Spinning coaster is dat. Als ik het goed uitspreek allemaal hoor. Van Bufkens. Schitterende afgewerkte baan hier in België hoor. Dat is de mooiste die er is. Dit is het allernieuwste spel. En daar gaan we weer mensen met een nieuwe editie van... Raad de attractie met veel actie, doe het nu. Ja! Raad de attractie met veel actie, doe het nu. Allemaal! Raad de attractie met veel actie, doe het nu. Zeker! Speel maar lekker mee. Oh! Ja, en ik vraag je dan maar één ding. En dat is, welke attractie is dit? Weet jij het? Ja, toch wel. En het is de Avengers. De booster uit Frankrijk. Ik had toch eens een partijtje stress eerder deze middag. Hij bleef maar dicht en hij bleef maar dicht. Ik denk, nu zal het toch niet wezen dat ik hem in Aalstien heb kunnen filmen en weer niet, hè. Maar gelukkig ging dat toch open. Ja, dat is echt op zijn Fransen. Die gaan gewoon open als ze zin hebben. En als ze geen zin hebben, blijven ze dicht. Dit is trouwens een Franse booster. Heb ik al net al gezegd. Natuurlijk een Franse booster. De Avengers. En dit is gewoon een Fabri booster van 40 meter hoog. Ongeveer natuurlijk. Ik heb natuurlijk niet mijn meetlid erbij. En ja, in België uniek. Want in België hebben ze geen Fabri booster. Ja, die kleine booster. Die hebben ze natuurlijk van Janssen. Deze niet van 40 meter hoog. Ja, ze hebben wel nog een KMG booster, maar een Fabri booster van 40 meter hoog hebben ze niet. Dus uniek voor België en hij staat volgens mij al voor het tweede jaar hier in Gent. Dus ja, hartstikke leuk natuurlijk dat hij vaker terugkomt hier in België en in Gent natuurlijk ook. Het gedeelte met de muisbaan en de booster ligt wat hoger als de rest. Waardoor je dus een mooie kijk hebt op de kermis en dus ook op de XXL. Hè? Wat een mooie machine is dat, hè. Dat was de kermis in Gent. We gaan nu, nu loop ik terug naar mijn fiets, weet je, en dan gaan we nu naar de eindbeoordeling. Ja, je zou denken, fiets, waarom heb jij je fiets in Gent? Vertel me er eens meer over. Ja, nou goed, ja, parkeren is altijd, is hier gewoon in Gent kloten. Je moet betaald parkeren in het centrum, ja, dat is logisch, dat is overal. Maar je mag ook maar 2 uur parkeren achter elkaar, zo even uit mijn hoofd gezegd hoor. Dus je moet eigenlijk buiten het centrum moet je parkeren, nou dat is best een eindje weg, dan wil ik ook gelijk vrij parkeren. Dat is heel simpel. Dus dat heb ik even gezocht en dan ben ik met de fiets richting centrum gegaan. Is goed te doen, dus ik raad iedereen aan om er naartoe te gaan en die wil een beetje goed parkeren. Neem je fiets mee, als je de gelegenheid hebt natuurlijk, en ga er naartoe. Anders zou ik kiezen voor openbaar vervoer. Dat is ook goed te doen, want in het centrum mag je gewoon niet langer dan 2 uur parkeren. Ja? En deze kan je maar in 2 uur bezoeken. Het kan, maar is niet aan te raden. Verder de opstelling, ja, dat is altijd een beetje in België. Kindermolen, 2 kindermolens kort op elkaar. 2 loopzaken kort bij elkaar. Hè. Dan heb je het over de Glaasdorf en het Venhuis. Die stonden allemaal kort op elkaar. Ja, 2 buggybanen, tenminste vergelijkbare zaken. Ook weer kort op elkaar. Is niet allemaal ideaal. Dat is zonde. Voor de rest, ja, topzaken staan er gewoon. Ja, de XXL, gewoon de topzaken. TK, topzaken. Gewoon allemaal topzaken. Niks mis mee.
Eindcijfer van deze kermis gaan we dan maar gelijk doen. Gezellig binnenstad. Dus dat neem ik wel mee. Ik geef deze kermis een 8. Dus een 8 is een schitterend cijfer, zou ik zeggen. Ik zou zeggen, kijk voor meer op dit kanaal. Meer views, onrides, offrides. Alles heb ik gefilmd hier in Gent. Dus zeer zeker kijken. En er komen nog veel meer kermissen aan. Dus zeer zeker op dit kanaal kijken. Ik zou zeggen, abonneer, like en tot een volgende keer. Doei de ballen.